Pilar was een klein meisje. Zij woonde in Duitsland totdat daar oorlog uitbrak. Ze werd gescheiden van haar vader en moeder. Ze was helemaal alleen. Het enige wat ze van haar vader en moeder nog hoorde, was dat ze in Nederland waren gaan wonen. Daar is ze nu naar op zoek. Te voet. Naar Nederland. Delft is die kant op. Dat is Rijswijk. Ja, dan ga je zo naar de bogen. Naar die kant op, ja. Ja, dankjewel. Dan los het water. Zijn we? Die kant op? Ik loop maar gewoon. Pilar keek vaak naar andere mensen wat zij aan het doen waren, omdat ze zelf geen gezin had. De oorlog was klaar in Duitsland. En veel gezinnen waren weer samen. Pilar was een van de weinigen die dat niet was. Oh, het wordt nacht. En dan is het vaak lastig om 's avonds een slaapplek te vinden. En daar zijn ze dan soms hele nachten. Vermoeiende lachten. Nachten. Moest Pilar weg. Ze moest richting Delft. Om daarna helemaal in Groningen te komen. Hé, hey, houd er eens mee op. Dat is niet van jou, toch? Sorry. Wat moet je, man? Had je wat? Jij, kan je niet dicht? Waarom sta je zo te staren naar mij? Hé? Vertel het
dat is? Is dat dat is? Ik weet niet hoe lang ik in die modder heb gelegen, maar in ieder geval heel lang. Want toen ik bij bewustzijn kwam, was het al avond. Ik had een vreselijke droom over mijn vader en moeder. Ik droomde dat ze Nederland nooit hadden bereikt en dat ze nog steeds in de oorlog zaten. We moeten hier weg. Dit kan niet langer. Ja. Oh nee, de deur zit dicht. Niet meer aan, Pieter. Jij schudt me gewoon tegen die mal, hè? Het is een moeder, niet? Maakt niet uit, Pieter. Goed zo, jongens. Houd hem tegen, hè? Dan gaan we weer. Pietertje, kom maar. Zet hem op. Pietertje! Jammer! Hij schudt hem erin! Pietertje, kom maar even wisselen, jongen. Nou, Pieter, maar steeds beter. Ik kan echt niet voetballen, hè, Pieter? Nee. Hallo mensen, wist u dat Simpel geen kredietcheck doet? Poes, 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 poes. Poes, beeld, poes, haast beeld, haast beeld, poes. Poesie staat in beeld, ik wil vertellen over de geen kredietcheck. Poes, poes, hey, poes, poes, hey. Iedereen wil Simpel, want bij Simpel heb je al 100 belminuten voor maar €2,50 per maand. En zoals de papegaai net probeerde uit te leggen, zonder kredietcheck. Ga direct naar simpel.nl of bel 0800 1418. Messi? Hey kid. Kobe Bryant? Would you like to have some ice cream, young man? Ice cream? Tea. The best fly with Europe's best airline. Turkish Airlines. Pilar. Het was een beetje verdrietig dat de kleren allemaal in de modder waren gevallen. Ze had namelijk niet veel kleren. En daarom was het best lastig voor haar om kleren te verliezen. Oh, hier ook geen eten. Ook niet. Ook niet. Hé, nog meer geld. Je kan mijn tuin niet in, oké? Het arme meisje kon niet eten. Ze kreeg langzamerhand honger. En als het avond werd, is er nog steeds helemaal niks te eten. Terwijl andere mensen gewoon elke dag lekker konden eten. Het was bijna kerstmis. En iedereen had de kerstspullen al uit huis gehaald.
Pilar had geen kerstbollen. En keek wel naar ananas. En zo zat ze dan soms hele dagen. En nachten. Toen gebeurde iets waar ze totaal niet op gerekend had. Hey, 2 euro! Moet van die mooie kerstboom.
Whiskas met Daily Crocs. Lekker krokant van buiten en heerlijk smaakvol van binnen. Als het aan de kat lag, kocht je Whiskas. So what are we playing for? Pepsi. Sure. Vergifting 3 dagen geleden. Ze weet niet. Naam weet niet. Persoonnummer weet niet. Ze weet niet wie ik ben. Dat moet het broodje geweest zijn. Maar ik moet dan snappen. Ik moet naar mijn vader en moeder. Spullen zitten nog in mijn rugzak. Oké, houd maar op. Zet die sirene uit. We zijn er kwijt. Hier is niks te zien. Een meisje dat achterna werd gezeten door de ambulance. Pilar dus.
kwam eruit. Kerstmis was voorbij. Het was bijna oud en nieuw. Delft was inmiddels voorbij. Maar nog lang niet in Groningen. Het was zielig voor het meisje dat ze haar rugzak kwijt was. Ze had geen kleren. En ook geen slaapzak als dat nodig was. Terwijl ze nog minstens 3 dagen moest lopen om in de buurt te komen. En dan wist ze nog niet eens in welke wijk haar vader en moeder woonden. Wat is er? Ik ben mijn vader en moeder kwijt. Kom, ik breng je er wel naartoe. Pieler en het kleine jongetje, dat Liefjes bleek te heten, zochten naar het huis van Liefjes. Het duurde erg lang totdat ze er kwamen. Wel meer dan een hele dag. 6. Waar kom je vandaan? Duitsland. Mijn vader en moeder zijn gevlucht voor de oorlog. Ik kom ook uit de oorlog. Echt? Ja. Waar ben ik? Waar zijn we? Ik weet wat is er gebeurd? De deur zit op slot. Ik weet nog wel een verhaal. Toen mijn vader en moeder in de oorlog zaten, moesten ze vluchten. Want ze waren het slachtoffer van de soldaten. Ze sloten mij op in een schuurtje, maar ik mocht er alleen uit als er echt een noodgeval was. En de sleutel lag dan in dat geval onder de mat. Dat was mijn verhaal. Spannend verhaal. Trouwens, die boef die ons net neersloeg, die zit mij altijd dwars. Het lijkt wel alsof hij me achtervolgt. Maar over jouw verhaal gesproken, misschien ligt de sleutel wel onder de mat. Dat moeten we proberen. Ja. Hij ligt er! Het is de stuifschuur waar ik op gesloten was. Het werkt. It's gonna get hot today. Grab an ice cold sun drop and show us how you drop it. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. And drop it. Cause I got it going on. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. A thirst quenching citrus soda just dropped coast to coast. Sun drop. That's how you drop it. Drop it like it's hot, drop it like it's hot.
is de sleutel? Zeg ik niet. Ja, daar. Pino. Of Sam. In deze hoek blijft staan nu, totdat ik klaar ben, oké? Okay? Zo klein, ja. Die is bewusteloos. Ja. Ik weet het niet. Spion van de politie? Ik weet dus dat jij een spion bent. Je bent een spion, toch? Nee. Ik heb laatst ingebroken. Bij je familie Winkels. Volgens mij. Of zo. Ik ga je dit verhaal tot in de puntjes vertellen. Ik herinner me nog steeds. Ik ging inbreken. Na een tijd lukte me het om de deur open te maken. Ik liep naar boven. Toen ik in de slaapkamer kwam, duurde het heel eventjes voordat ik wat vond. Maar toen ik wat vond, was dat een computer. Maar toen ik onder het kussen keek, vond ik het allergrootste geheim. Al hun geld was weg. Ik heb alles. Dat was dus mijn verhaal, hoe ik het stol van de familie Winkels. De familie Winkels, ja, dat zijn vreselijke mensen. Ik heb het geld gestolen, ik ben helemaal rijk. En dan zijn ze waarschijnlijk blut. Toen hoorde ik dat de politie agenten achter me aan had gestuurd. Hele jonge agenten. Dat zijn jullie. Ik heb jullie ontmaskerd. Zijn jullie de agenten? Lieg niet! Ik sluit je op in een scheur. En ik vlug naar het buitenland. Jullie zijn een omkomen van de honger. Winkels, dat is het familie van Pieter. Ik moet de familie van Pieter redden. Sorry Pieter, ik moet nu echt weg. Je hebt geen geheim van mij, want ik heb hier gezeten. Thank you.
what you got when the motherfucking beat drops.
use my voice, I'll be so damn rude. Was they always win, but I know I lose. Yeah, I'll sing a song that'll be just ours, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears. Nee, ze slaapt nog. Dat is bewusteloos. We weten het niet. Ze beweegt toch? Pilar, Pilar, Pilar. Kijk eens, je bent bij ons. Pilar, wat is er gebeurd met je? Heb je geslapen, meisje? Pilar, waar ben ik? Je bent weer bij ons. Je bent terug. Wat fijn dat je wakker bent. Hey, kijk eens. Oh, wat zijn we blij dat ze weer wakker is. Liefie, ze heeft me hier gebracht. Mag hij hier blijven wonen? Hij is een zwerfkind. Ja, tuurlijk mag dat. Daar hebben we een plek voor, hè? Wat lief van jou, hè? Wat heerlijk is hier nu. I was there to witness. Candice is in a business. She wants the boys to notice. Her rainbows and her bonus. She was educated, but could not count to ten. Now she got lots of different horses by lots of different men.